In deze video leer je de Wizard afdruk samenvoegen toepassen. Klik op het tabblad Verzendlijsten Afdruk samenvoegen starten op de gelijknamige knop. Klik op stapsgewijze Wizard afdruk samenvoegen. Stap 1 wordt weergegeven. Selecteer het documenttype Brieven. Klik onderaan het taakvenster op Volgende Begindocument. Maak de keuze Bestaand document gebruiken. Kies Meer bestanden en klik op Openen. Open het bestand pv-herkfc. De brief wordt op je scherm weergegeven. In de titelbalk staat de naam Document 1. Klik onderaan het taakvenster op Volgende adressen selecteren. Bij stap 3 kies je voor Een bestaande lijst gebruiken en klik je op Bladeren. Open het bestand Personeel. Klik op OK in het dialoogvenster Geadresseerden voor afdruk samenvoegen. Klik onderaan het taakvenster op Volgende, Uw brief schrijven. De woorden die in het rood zijn aangegeven in de brief ga je vervangen door de overeenkomstige velden uit het gegevensbestand. Selecteer het eerste woord voornaam. Inclusief de dubbele haakjes, maar zonder de spatie achter het laatste dubbele haakje. En kies meer items. Klik op het veld voornaam, kies invoegen en dan sluiten. Op de plaats van het rode woord staat nu het veld. Gebruik dezelfde werkwijze voor alle andere rode woorden, zodat de velden op de juiste plaats in het document staan. Selecteer indien nodig via Bestand opties geavanceerd. bij het onderdeel Documentinhoud weergeven. bij arcering veld voor de optie Altijd. Hiermee worden de velden altijd gearseerd weergegeven. Klik onderaan het taakvenster op volgende briefvoorbeeld. Overloop de brieven met de navigatieknoppen. Klik onderaan het taakvenster op volgende Samenvoeging voltooien. Kies afzonderlijke brieven bewerken en klik OK om alle records te laten samenvoegen. Bekijk de brieven.